Dames en heren, het doet ons deugd weer bij u te zijn. Wij tweeën, Gaston en ik, in een blakende gezondheid. En wij willen graag dit... Hé, wat is er met jou? Mijn vrouw en ik zijn gisteren Transylvanisch gaan eten. Transylvanisch? Wat is dat? Dat is zo'n restaurant, weet je, Joop. Restaurant Dracula. Daar zitten ze eerst zo wat in hun nek te bijten, voordat ze vragen wat je wilt eten. In je nek bijten? Mijn vrouw vindt dat plezant. Maar ja, als eten maar goed is, hè? Meer dan goed, hè, joh. Oh ja? Ik wou eerst niet. Maar mijn vrouw zei, eet nu maar, het is echt lekker. Dat is het. Gezegend, ik sta vol. Ja, wat je vol noemt. Het komt je poriën uit. Bon, lekker of niet lekker, ik ga nooit meer vreemd eten. Nou, dat is apenkool. Gaston, neem mij nou. Ik heb gisteren uitstekend zelf vreemd gegeten. Heerlijk. Nieuw-Guinees. Nieuw-Guinees? Ja, Nieuw-Guinees. En het is me uitstekend bevallen. Ja. Precies, je ziet er toch gezond uit. Ja, dat wou ik ook zeggen. En weet je, Gaston, het is ook heel goed voor de... Heel goed voor de... Voor de ogen. Ja, voor de ogen, ja. En hoe heet dat restaurant? Dat heet Restaurant de Baviaan. Oh, nooit van gehoord. Is het makkelijk te vinden? Jawel, bedoel, jij woont er vlakbij eigenlijk, hè? Bij de Insulindeweg. De Insulindeweg die rij je helemaal af tot aan het Bamboeplein. Dan ga je linksaf de Rimboestraat in. En dan is het de derde straat in je rechterhand, nummer 62. Oh. Restaurant de Baviaan. Ja. En wat kunt je daar zoal eten? Oh, dat is echt verrukkelijk, hoor. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, hè. Ik zag in een flits een bal gehakt alle Sukarno. Een toetje Tabay Touan. Multatuli muilperen, een Ponke Prinsencocktail. En ik aarzelde eigenlijk tussen Balinese borstjes en de specialiteit van het huis. Bavianenbil. En wat heb je gekozen? Ja, wat dacht je nou, zeg. De bavianenbil. Lekker. Oh man, heerlijk. Je vreet je vingers erbij op. Ja. Weet je wat? Ik trakteer jou op een lekkere lunch. Nu. Meteen. En we gaan samen. Jammer. Ja? Wat? Zij er zeker dat je daar geen ziekte van opdoet? Nee, absoluut. Hoe kan je dat nou eens vragen, jongen? Dat zou ik jou toch niet aandoen? Kom maar mee. Je houdt er absoluut niets aan over. Kom op. Thank you.
Hallo? Ja, ja, die is hier. Een ogenblikje, dan verbind ik u door. Zeg, meneer, hij is het weer. U weet wel, die suffert. Die domme leverancier. Met zijn konijnenkop en zijn kippenbrein. Hij wil weten wanneer hij zijn geld krijgt. Ja, maar geen nood, ik hou mijn hand op de oren. Zeg, wat vertel ik die oe? Ja, ik zal zeggen dat u er niet bent. Hm? Hallo, meneer. De directeur heeft vrij af of vakantie. Zo, meneer. Wat zijn we aan het doen? We mogen hier maar 50 kilometer rijden, hè? U reed er 100. Zware voet, zeker? Dat mag je wel zeggen. Dat is van kleine meesterwerk. Ik ben een fan van je. Je gaat iets anders doen. Je moet dat gras nog maaien. Er ligt een galjoen langs, zeg. Eens kijken. Wat ze dan nemen. Maakt niet uit. Maar het is ook een beetje anders. Om... Jij doet de hele dag niks anders als voor die tv hangen. Luia donder. Met een roela van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Die lamp boven, heb je die al gemaakt? Ja, van roela. En die lekkende kraan, heb je daar al naar gekeken? Alles komt hier in dit huis ook op mij neer. Voor de ring. Ik wil de feestvreugde niet bederven. Er ligt een galjoen. Ja, luister nou, zeg maar flitters tegen. Wat gaan we nou doen, hè? Vissen? Of dansen? Groen van boven! Nou, let nou een beetje op, alsjeblieft, hè? Ja, maar mee. Groen van boven! Groen, ja! Meneer, mag ik iets vragen? Huh? Waarom roept je altijd groen van boven? Nou, mijn mensen zijn aan de overkant bomen aan het planten. En dat moet ik in de gaten houden. Ja, dan. Groen van boven! Zeg, wat krijgen we nou? Waarom lig jij nog steeds in bed? Ik ben in staking. Ik heb niets meer om aan te trekken. Zeg, overdrijf niet zo. Je kast hangt vol... Een witte, een roze, een blauwe, een rode met balletjes. Wacht, Karel. Een groene, een rode. En jij moet zeggen dat je niks hebt om aan te trekken. Alle bewoners zijn de stuipen op het lijf gejaagd door die loslopende hond van u. Brax? Onze hond? Ja. Tegen inlevering en betaling van deze bon schijnt u hem terug te kunnen krijgen bij de dierenambulance. Vandaag aflevering 6. Lip lezen.
Ze houdt van mij. Ze houdt van mij. Verdikke mij! Altijd is hier alles zoek. Nou weer de schroevendraaier. Dat is toch onze Brax? Ja, die hangt boven zijn hok, zolang hij weg is. Is niet makkelijker als we hem terughalen. Weet jij wat dat kost? Ik mis hem zo. Oh, mens, hij is eerder terug dan je denkt. Al was dat hemzelf. Zit toch niet met het eten spelen, jij? Kijk, ze houdt van mij. Mooi. Waar ligt deze? Straks is een weerzoek. Er was iets met een slak en een kikker dat je vader altijd zei. Waar is de witte? Die hield het niet meer, zei hem. Die is naar boven, naar het plazak. Gedichten schrijven voor, hoe heet ze ook maar weer, van verderop aan het einde van de galerij. Waar zit zo'n kak, madame, toch in die slomen? Zijn ogen. Ik denk dat het zijn ogen zijn. Ik heb echt geklopt, 2 keer. Ik wou vragen of u niet meer boos op mij wil zijn om gisteravond. Boos? Ga maar gauw. Hij zit op platte dak bij het hoogschuurtje. Verdikke mij. Wat doe je nou zo met onze spaarcenten? Had ik nog over van het huishoudgeld. Oh, en dat varken, dat lijm ik wel weer. Wat denk je? Zal die huppelde Pip van Hotsenflots? Zou ze iets gezien hebben? Verliefde mensen zien nooit wat. Wat ik vragen wou, mag ik mijn gedichtje even voorlezen? Als de gloeiende bliksem naar het plat dak. Dan wacht ze op je bij het schoonschuurtje. Ik beschouw het als mijn plicht hier, Bartje. En ook jegens u, vrouw Hilde. Het is mijn plicht u te waarschuwen. Als je me niet denkt dat hier iets te halen valt. Ja, en zij? Weet zij dat ook? Zij? Mevrouw de Vlaming van Schaffen. Eén ding is zeker. Die dame denkt dat u zo niet rijk dan toch wel gefortuneerd bent. En dat het uw neef is die haar wel bij het geld zal brengen. Hoe weet jij dat? Dat heb ik gezien. Gezien? Dat is een hobby van me. Ik kan namelijk een lip lezen. O ja? Wat zeg ik nu dan? Kijk, ik vind het euvel met dat soort dingen zegt men toch niet? Niet voor zijn eigen vrouw. In ieder geval, bedankt. Oh ja, maar ik heb nog een rekening. Van de slager. In Ossetoon. Ik weet het weer. Mijn vader zei, de slak komt er net zo goed als de kikker. Komt de witte wel op tijd bij het hooischuurtje op het platte dak? Verklapt de conciërge ooit aan Hilde wat hij heeft lipgelezen? En kan het spaarvarken wel bij tijds worden gelijmd? Dat alles en nog veel meer volgende week in aflevering 7 van De Hoge Hoeve. Thank you.
ik uw jas aan nemen? Alsjeblieft. Bij hem van de zevende verdieping naar beneden te vallen. Kom ik er dan niet bij? Wat dacht je toen je viel? Oh, toen ik de zesde en de vijfde verdieping passeerde, dacht ik nog niks. Maar toen ik jouw verdieping passeerde, dacht ik, oh, bij de doodres brandt er nog licht. Prego. Arrivo. Gaetano, una pizza 4 stagioni senza acciughe. Prego. Arriviamo. Prego. Prego. Sì, signore. Buonasera. Buonasera, Obrini. Buonasera a lei. Lei vuole mangiare? Io Fioli se mangiare un poco. Bene. Tomata. Crema di pomodoro. Oh, hai ragione, ja. De soupa met de dinges, de boletti, boletti. Pa de grande boletti, de piccolo boletti. Polpettine. Ah. Crema di pomodoro speciale. Ah, ja, voilà. Ja. En de secondo, de grande plata chicken. Grande plata chicken. De kip. De kip. Un omelette. No, omelette. Nee, de gewone, de waar de omelette vandaan komt. De kip. Pollo arrosto. Oh, ah. Ja, je moet het maar weten, hè. De pollo arrosto en een salata tomaten. Tomati salade. Salata di pomodoro. Ah, sì. Un'insalata di pomodoro. Sì. Vuole anche un caffè? No, per il caffè, geen caffè. Absoluut niet. Een ijsje. Ijs. Ijs. Koud. Oeh, ijsje. Un gelato. Gelato. Un gelato. Met tutti frutti. Tutti frutti. Abricosi, banani, sapresini, amano tutti frutti. Capito? Minestra di pomodoro, pollo arrosto e gelato con frutta. Grazie. Truus, tafel 3, in Anglia de Kip non es met fruit. Grazie. La pizza è stata fatta a tavolo 14. Ok. Allora, buona la pizza. Weet je zeker dat je gedikt is? Wat dacht je? Verkocht. We zijn nou te lachen. Nu heb ik het toch te pakken. Die koe is helemaal niet gedikt. Die check ook niet. Kijk nou eens. Hallo, dag. Dag. Dag Jan. Dag Piet. Wat hebben we gehoord? Ben je vader geworden? Ja, moest erin staan komen, hè. We hebben lang genoeg gewacht. Heerlijk.
Een jongen of een meisje? Een jongen natuurlijk. Als we iets doen, doen we het goed. Ja, een neusje heeft hij van zijn moeder. Maar voor de rest, piep. Ziezo, dames en heren. Dat was het dan weer voor vanavond. Wij hopen dat u zich bijzonder heeft geamuseerd. Niet alleen... Ja. Ja. Wat zijn je nou bezig? Ik ben aan het praten met die mensen en ik moet op een fatsoenlijke manier afscheid nemen. Dus laat me nou even, ja? Als je maar niet vergeten bent dat we zelfs nog op bezoek moeten bij Rijk. Dat weet ik toch? Bij Rijk. Hoe lang heb ik die nou al niet gezien? Daarom dat ik het zeg. Ja. Je gaat daar toch wel een beetje op je woorden letten, hè? Jo? Ja, zeg. Wat krijgen we nou? Hoezo op mijn woorden letten? Dat doe ik toch altijd? Zeg jij liever wat je bedoelt? Ik bedoel, je gaat bijvoorbeeld toch niet over geld spreken. Over geld? Ja, over geld. Je stoeft nogal eens graag hoeveel dat je krijgt voor een optreden. En geld is taboe bij Rijk. Sinds wanneer? Sinds dat hij zo goed als niks meer verdient. Oh. En daarom zou het toch pijnlijk zijn als het gesprek op geld zou komen. Oh. Ja, nou, oké. Niks over geld. Echt niet? Nee, echt niet. Maar een ander ding, mag ik wel Rijk tegen Rijk zeggen? Als je maar niet de hele tijd ouwe jongen noemt. Hij is er nog steeds niet over dat hij 65 is. 65 pas? De laatste keer dat ik hem zag, dacht ik dat hij 70 was. Vooral ouwe vrienden moet je een beetje ontzien. Oh. Zeg. Ja. En niet over ziektes kletsen, hè. Want? Want zijn broer, zijn tweelingbroer, moet onder het mes. Zware operatie. Ja? En als je maar iets over ziekte zegt, springen Rijk de tranen al in de ogen, joh. Nou, is dat alles? Dat van die een hond. Ja. Dat weet je toch. Welke hond? Rijk heeft toch al jaren een knuffelhondje. Is ineens agressief geworden. Alsof hij zijn eigen kind moest wegdoen. Ho maar, het is me duidelijk. Ik zeg dus niet, hallo Rijk, ouwe jongen, hoe is het met de hond? Toch niet ziek? Wat kost zo'n mormel dan nog tegenwoordig? Dat is plezant, hè Joop? Wat nou? Maak je nou maar geen zorgen. Ik praat alleen wel over het weer. Nee, niet over het weer. Nee? Rijk is pas terug van 2 weken Spanje. Nou, 2 weken lang, niks anders dan regen. Oké. Ik weet goed. Ik bel hem vanavond op om te zeggen dat we niet komen. Zal niet gaan, hè, Joop? Wat nou weer dan? Zijn telefoon is afgesneden.